Hoi, dag. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Leuk dat u allemaal weer bent. Dat u ons weer gezellig aan het volgen bent. We hadden gisteren het idee dat het niet ging lukken om een hek te plaatsen. Maar we hebben een alternatieve methode bedacht. Dus Paul is nu druk bezig om ruimte te maken. Hè, Paul? Huh? Om ruimte te maken. Ja. Want dat valt nog niet mee en je ontdekt er zelfs al ijzerdraad, hè? Ja, dat is wel wat goed tegen. Wat we nooit hebben gezien. Nooit hebben kunnen zien. Nee. Maar ja, het is zonde voor de struiken. Ik doe het liefst niet weg, maar... Het is niet anders inderdaad, dan spullen er niet bij. Nee. Misschien hoor, als hij ze doorzaagt, als vroeg daar weer uitlopen. Zou kunnen. Ik vind het echt wel zonde, maar... Ja, ik ook, maar het is niet anders. Ja, het is niet anders. Daar ben ik weer. Ik had even tegenlicht. Ik loop even naar achteren, want ik ben vanmorgen ook lekker bezig geweest. En net nog even. Ik ben het hier tussen aan het vrijmaken geweest, namelijk. Alleen daar staat nog een plukje. Dat lukt me even niet. Maar dit ziet er wel even heel anders uit zo, op deze manier. Dus daar ben ik vanmorgen mee bezig geweest. En hier ben ik net nog even bezig geweest. Maar ik was nog niet helemaal klaar. Toen begon het ineens te spetteren, al is het nu alweer droog. En die loopt toch echt heel goed uit nu. Tenminste, dat duurt niet lang meer voordat die weer in het blad zit. De knoppen zijn lekker groot. De rest heeft ook allemaal wel groene knoppen. Behalve die ene die vorig jaar zo de hoogte in is gegaan al. Die wil nog niet erg. En terwijl ik dat zeg, spettert het ondertussen weer. Oké. Okay. Ik heb trouwens ook nog lampjes opgehangen. Langs de zijkant. Zodat we wat extra sfeerlicht hebben vanavond eventueel. En dat gaat op zonne-energie. Ik heb gewoon het element daar zo naar buiten gewerkt. Dus daar laat hij nu op alleen als het regent. Weet ik het niet. Ik denk dat Paul ook zo wel even zal stoppen trouwens. Het gaat nu even flink regenen. Maar goed. Ik heb al begrepen dat het bij mijn ouders ook al geen lekker weer is. Dus nou, als het buien zijn, we wachten af. Ik zou zeggen, later dan maar weer. Hè? De katten kan ik even niet kijken, want Bella, alias... Mamsie, alias Mamsu, oftewel de moeder van de kids, die ligt er altijd bij. En dat heb ik ook wel het liefste, dat ze er lekker bij ligt. Maar ik heb ze dezelfde dag nog niet kunnen zien, verder vandaag. Dus komt misschien nog wel, maar ik zeg al, ik ben blij als ze erbij ligt. Dus, nou, dan zeg ik later eens.